Vorig jaar sloten maar liefst 47 partijen het energieakkoord voor een duurzame toekomst. 47 partijen, waaronder werkgevers, werknemers, de Milieu- en Natuurbeweging en natuurlijk het kabinet, hebben met elkaar afspraken gemaakt waar we in 2020 naartoe willen met de duurzame energie in ons land en met de energiebesparing. Het zijn stevige afspraken en er moet in ons land nog heel veel gebeuren. Want op dit moment hebben we, als het gaat om duurzame energie, een behoorlijke achterstand. Die 47 partijen hebben met elkaar afgesproken dat we die achterstand gaan inhalen. 14% duurzame energie in 2020, 16% in 2023. 1,5% energiebesparing per jaar en 15.000 banen op het eind van de loopduur van het energieakkoord. Er zal nog heel veel en heel hard moeten worden gewerkt in Nederland om die doelstellingen te halen. Maar dankzij dit in Europa uniek akkoord zullen we erin slagen om Nederland de plaats te geven die toekomt, namelijk een land dat als het gaat om zijn energievoorziening zoveel mogelijk koerst op duurzame opwekking. Ik zie u graag terug op het congres volgende week donderdag op 27 maart.